Wat is er nou precies afgesproken en wat zijn de verdere voorstellingen met betrekking tot bijvoorbeeld die 540 miljard? Er wordt aan de ene kant gezegd, wij hebben vanuit Nederlandse zijde, we hebben onze poot stijf gehouden en komt geen transferunie. Aan de andere kant wordt er nadrukkelijk gezegd van, ze zijn toch door de knieën gegaan. Ik wil dat graag van de minister weten, hoe hard zijn de voorwaarden voor bijvoorbeeld aanwending van gelden uit de ESM? En in het verlengde daarvan, hoe beoordeelt het kabinet het pleidooi van commissievoorzitter von der Leyen voor een substantieel herstelfonds, wat neer zou komen op een verdubbeling van het meerjarig financieel kader, eigenlijk dus tot zo'n 2% van het gezamenlijke bruto nationaal product? Heer Bisschop, voorzitter. U heeft een interruptie van de heer Mulder. Het is meer een punt van orde. Ik begrijp de vraag van de heer Bisschop goed, een hele relevante vraag, maar ze horen volgens mij niet in het debat thuis, hoe belangrijk ze ook zijn. Het gaat toch over ESM, MFK? Ja. Nee, voorzitter, als u mij toestaat, natuurlijk ben ik met u eens. Alleen, dit is wel de eerste keer dat we er een keer over kunnen praten. En daarom, ik wil daar duidelijkheid over hebben. Er moet gewoon, die vaagheid moet de deur uit. En ik hecht ook zeer aan een gesprek hier in dit gremium over de plannen die vanuit de Europese Commissie door haar voorzitter worden gelanceerd. Want het is nogal wat. Een hulpfonds van 1000 miljard. Daar wil ik toch wel graag even over doorpraten. Voorzitter, ik vind dat dit procedureel niet kan. De onderwerpen die de heer Bisschop aanreikt zijn enorm belangrijk, maar ze staan hier niet in de orde. En als we hier spreken over de komende top, over de Balkan, moeten we ons aan de agenda houden. Anders moeten we van tevoren zeggen, we doen stuivers in, alle onderwerpen over Europa mogen aan de orde komen. Kan iedereen zich daarop voorbereiden? Want ik heb over al die onderwerpen ook nog wel wat te zeggen. Oké, we doen het zo. Ik ben jullie voorzitter. Ik ga even een voorstel doen, want daar ben ik voor. Want voor je het weet zijn we hier een uur aan het debatteren over wat we wel of niet mogen bespreken. Ik kijk naar de heer Bisschop, die ook al wat langer meeloopt en zich realiseert dat als er dingen op de agenda zijn, dat het de kunst is om zo dicht mogelijk ook bij die agendapunten te blijven. Ik snap natuurlijk dat we er nooit uit gaan komen, omdat er altijd relaties zijn met onderwerpen die men wil bespreken. Dus ik kies gewoon een charmante middenweg. Hoop dat ik ermee wegkom. Is dat de heer Bisschop die woorden heeft uitgesproken, die vragen heeft gesteld. En dat we de verantwoordelijkheid leggen bij de minister om te kijken hoe uitgebreid hij het vindt om daar vandaag op in te gaan. En waarbij ik hem graag meegeef, de minister, dat de agendapunten die er vandaag op staan, dat daar de meeste aandacht naar moet gaan. Is dat een goed idee? Nee, mevrouw Leijten en dan mevrouw Ploemen. Kijk, op de agenda staat niet het verslag van de vorige Europese top, de informele top. Maar ik heb die wel betrokken, omdat we dat eigenlijk altijd doen. En bij de vorige informele top heeft Nederland wel degelijk ingestemd met het idee dat de Europese Commissie het herstelfonds voor corona binnen het toekomstig meerjarig financieel kader brengt. En daarom heb ik die vraag ook gesteld. Waarom heeft ze daarmee ingestemd? Ik verwacht daar wel een antwoord op vandaag. Mevrouw Ploemen. Voorzitter, ik plooi me vanzelfsprekend naar uw voorstel. Maar ik wil de heer Bisschop in deze, en ook alleen maar in deze, bijvallen. Want wij zijn niet in de gelegenheid gesteld door de coalitiepartijen om eerder over dit onderwerp te debatteren in persoon. Dus het gaat ook niet helemaal aan om dan een verwijt onze kant op te sturen dat wij de agenda wat ruim interpreteren. Ik vind dat dat wel even gezegd moet worden, omdat het wel recht doet aan wat er de afgelopen weken gewisseld is. Dank mevrouw Ploemen. En dan trek ik de conclusie dat we het eens zijn met elkaar. En verzoek ik aan de heer Bisschop om zijn betoog te vervolgen en iedereen zijn eigen wijsheid te laten gebruiken hoe ver hij of zij aanvullend op de dingen die er nu op staan, dingen wil betrekken. Voorzitter, dank u wel. Dank ook voor de wijze tussenoplossing die u voorstelt. En natuurlijk realiseer ik me dat ik zaken aan punten aansnijd die niet op de agenda staan van de top. Alleen, ik hoop ook dat de minister, breder ook het kabinet, begrijpt dat de Tweede Kamer grote behoefte heeft, althans een substantieel deel van de Kamer, grote behoefte heeft om juist over die punten door te spreken. Om te voorkomen dat je achteraf met allerlei voldongen feiten wordt geconfronteerd. En dat je juist een bijdrage vanuit onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers, als parlementariërs,
een bijdrage heb kunnen leveren, op zijn minst, aan het debat erover. En aan de gedachtenvorming en de standpuntbepaling daarbij. Het belangt ons, het gaat ons allen aan. En vandaar dus dat ik dit punt toch ook heel bewust aan de orde heb gesteld. Solidariteit, absoluut noodzakelijk, absoluut daartoe bereid. Alleen als je dit soort plannen daar in combinatie met dat soort solidariteit gepresenteerd ziet, dan denk je van wacht even, hier is een trendbreuk aan de orde. Tot op heden was het zo dat eigenlijk de lijn is van ja, de leden van de Europese Unie zullen in economische recessie zelf hun eigen economische herstel moeten bevorderen. Maar nu zo'n economisch herstelprogramma, zo'n hulpfonds, dat zou betekenen dat de EU dat voor zijn rekening neemt. Voorzitter, ik wil dat punt toch graag gemaakt hebben. En ik zou het zeer op prijs stellen als de minister daarop een eerste reflectie zou willen geven. En ik kan me ook voorstellen dat het kabinet in eigenlijk nog wel wat behoefte heeft om hierover meer te zeggen. En dan zou ik een overleg specifiek over dit punt met deze commissie buitengewoon op prijs stellen. Maar daar ben ik niet de enige. Ik zou dan ook het punt nog willen toevoegen. Ook ten aanzien van de Green Deal zijn grootste plannen gemaakt, maar die coronavirus, dat strooit roet in het eten. En ik zou ook graag dan in dat kader een reactie van het kabinet willen hebben van hoe ziet het kabinet die relatie. Voorzitter, ik laat het hierbij en nogmaals waardering voor uw oprechte poging om iedereen een beetje op dezelfde lijn te krijgen. Dat is heel lastig, maar waardering daarvoor.